This is the moment for yourself to shine, to step into the love, joy and light. Zo, dan kan die gewoon zo. But you will be alright. Trust the process. Hey, super leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog van Kelly Caressen. Voor wie mij nog niet kent, vast wel, maar ik ben Kelly. Ik ben mama van 4 meisjes. En in mijn vlogs neem ik jullie een kijkje in mijn dagelijkse chaos als mama van 4. Maar ik neem jullie ook mee in mijn reis van persoonlijke groei, gelukkig zijn, mindset en al dat soort dingen. Het is nu meivakantie, dus we hebben de 4 meisjes gezellig thuis. Nou ja, 3 zitten normaal gesproken natuurlijk op school. Dus we gaan leuke dingen doen de komende dagen. We gaan niet op vakantie. Normaal gaan we de meivakantie wel vaak weg. Maar met een newborn doen we dat eventjes niet. Dus we gaan gewoon lekker thuis leuke dingen doen. Ik heb gezellig deze jurk aan van Goods & Gusto. Die droeg ik zowel voor mijn zwangerschap als tijdens als nu. Want die is gewoon heel lekker wijd. En lekker luchtig. Ik heb er nog wel een vestje op aan. Maar die kan op een gegeven moment ook wel uit. Want het is lekker weer vandaag. We gaan vanmiddag even naar een speeltuintje toe. Gewoon even lekker eruit. En er zit ook een dierenparkje bij. Dus ik heb alvast weer mijn fruitsalade gemaakt. Die gewoon heb ik aangeleerd. Heb ik overgenomen van de kraamzorgster. En wil ik lekker vol blijven houden. Voor de middag. Ik heb er mango in gedaan. Appel, banaan, mandarijn, aardbei, druif. Ga ik even in bakjes doen. En dan nemen we dat in ieder geval mee. Dan hebben we ook in ieder geval onze vitamintjes binnen. Omdat ik dus low carb eet. Of lower carb moet ik eigenlijk zeggen. Had ik eigenlijk bijna geen fruit. Daar ben ik dus weer mee aan het experimenteren. Om toch de koolhydraten uit fruit en zo wel weer te gaan toevoegen. En daar dus mijn insuline op af te stemmen. Want fruit zijn wel snelle suikers, dus dat merk ik wel gelijk in een piek. Maar het is een andere snelle suiker als bijvoorbeeld snoep, hè, wat ik al bijna niet neem. Maar chocola wel trouwens. Ja, daar ben ik mijn insuline toediening aan het afstemmen. Maar omdat ik dus niet meer zwanger ben, ja, is mijn insuline toediening sowieso drastisch verlaagd. Voor mijn zwangerschap zat ik ook zo rond de 20, 30 eenheden per dag. Eind van de zwangerschap tussen de 85 en de 105, maar dat nam dus op het einde af. Na 85, 80, soms zelfs 75. Maar nu zit ik weer gewoon tussen de 20 en 30. Dus dan kan ik best wel wat meer experimenteren met fruit en dat soort dingen. Voor je denkt, geen fruit eten is niet goed. Ik eet dus heel veel groente. Dus bijvoorbeeld bij lunch heb ik al een paprika op, halve courgette en een paar champignons. Nou, dan eet ik bij de avondeten weer groente. Dus qua vitamine zit ik wat dat betreft altijd wel goed. Maar met fruit ja, is het natuurlijk alleen maar extra. Dus dat ga ik even meenemen en dan gaan we op pad. Weer een baby hebben betekent ook weer een luiertas mee. Dus ik zal even laten zien wat daar allemaal zoal in zit. Dus deze tas van Studio Nose, die had ik al bij de andere meiden. Ik heb hier een tasje met reservekleding. Dus rompertje, sokjes, mutsje vast ergens echt koud is. Een broekje, een topje en dit is zo'n hydrofiel doekje en een normaal spuugdoekje. Dus dat gaat dan in dit zakje. Dan voor de meiden gewoon een snackje. Voor als het echt een keer lang duurt met eten of iets. En dan heb ik hierin billendoekjes en luiertjes. Dus dat kun je dan ook als je ergens bent gewoon zo meenemen naar een verschoningsplek. Hoef je de hele tas mee te nemen. Ja, bakjes fruit ook voor ons. Zonnebril. Water. En dan voor mijn diabetes een extra sensorpomp en insuline. Nou, we hebben ook de kinderwagen mee. Die past in onze auto, dus dat is heel fijn. Vriendin zit daar achterin. En we doen het nou even met de maxicoosje, want we gaan maar een heel klein stukje lopen. Dus ze hoeft er niet zo heel lang in te zitten. Zo, dan kan die er gewoon zo in. Lang en kort, lang en kort. Ja, Rosa vindt het helemaal prima zo. En dan gaan we richting de speeltuin. Rosa maakt er niet heel veel van mee. En daar zijn ze lekker aan het spelen in de speeltuin. Het is super lekker weer, dus we boffen. En wij zitten hier lekker op bankske. Huh? Kan je ook zo spelen? Wat? Op het bankske. Bankske? Op zijn Brabant. Ja. Een zonnetje, de meisjes zijn daar aan het spelen met een vriendinnetje. En wij liggen hier lekker in het zonnetje. Ja,
gezellig bij de speeltuin. Heerlijk, de meisjes hebben heerlijk gespeeld. We hebben in het gras gezeten, lekker in het zonnetje. Ik heb daar ook Rosa nog gevoed. En we zijn nu terug. En Yannick is bij de meisjes en ik pak even mijn rust. Ik lig even in bed. Rosa ligt ook in bed. Maar ik hoor er een beetje pruttelen hier en daar. Dus misschien dat ze dadelijk zich ook weer meldt. Ik neem ook mijn rust tussendoor. En dat valt misschien niet zo op als je mij op Instagram volgt of in de vlogs. Want dat zijn niet per se de momenten die ik steeds laat zien. Maar ja, ik ben 2 weken en 2 dagen geleden bevallen. Dus ik neem mijn herstel serieus. En al heb ik echt een 100 keer chiller herstel als bij die andere 3. Luister ik heel goed naar mijn lijf. En ik wil deze boodschap meegeven. Omdat ieder herstel is anders. Iedere kraamvrouw herstelt anders. Maar luister goed naar je lijf. Neem rust wanneer je voelt dat het nodig is. Ik doe dat ook. En ik ben super blij dat ik me al zo goed voel. En dat ik al nou ja, af en toe met Nico kan lopen. En dat we naar de speeltuin konden gaan. En dat ik in en rond het huis goed uit de voeten kan. En dat ik eigenlijk geen pijn meer heb. Maar ieder herstel is anders. Dus het kun je niet met elkaar vergelijken. Ik bedoel, zeker na het herstel van Amy kon ik echt na een paar weken dit soort dingen allemaal niet eens. Dus ja, neem het serieus. Neem je rust wanneer je voelt dat het nodig is. Vraag hulp in je omgeving als dat nodig is. En luister goed naar je lijf en doe wat goed. Nu ga ik koken. Ik ga bloemkool rendang-achtig iets maken. Het is een recept van Jamie Oliver, maar ik heb het inmiddels helemaal zelf eigen gemaakt met wat meer groenten. Ik had het bij de Albert Heijn dus besteld en ik dacht dat ik veel meer bloemkool besteld had. Maar het bleken best wel kleine zakjes te zijn. Dus maar goed dat ik ook nog bloemkoolrijst bij heb en dat ik er extra paprika bij doe. Niet deze hele zak hoor, gewoon een klein beetje, maar dat laat ik zo wel zien. Uitje erbij en dan is het gehakt en zo'n boemboe dingetje met rendang en kokosmelk. En ik begin even met snijden van de ui en de paprika, want het zijn al wel reepjes, maar die zijn vrij grof. Dus die doe ik ook nog door de helft. Ga ik het uitje bakken, gehakt erbij. Nou, ik laat het zo verder zien. Ik begin trouwens met het koken van de rijst en dat doe ik dus al heel lang gewoon in de magnetron. Ik neem een ovenschaal, daarin doe ik rijst. Laten we zeggen dat dit 1 centimeter rijst is. En dan doe je er 2 keer zoveel water bij. Dus 2 centimeter water. Dus echt dat er een flinke laag bovenop zit. En dit gaat voor 20 minuten in de magnetron op 800 watt. Ik heb er een heel klein beetje ketchup bij gedaan. En nu is eigenlijk de bloemkool aan het koken in de kokosmelk. En ik heb een beetje water toegevoegd. Mocht het te dun blijven, want daar twijfel ik een beetje aan, dan kun je altijd nog met maïzena de saus indikken. Maar ik denk dat het er wel uitkookt. Dus dit laat ik lekker koken, zodat de bloemkool goed zacht wordt. Ondertussen is de rijst aan het koken en dan kunnen we daar lekker aan tafel. Tadaa, het eten is klaar. Nou, ik eet het dan zonder normale rijst. Ik eet het gewoon zo. En zij eten het met rijst. Dus we gaan lekker eten. Goedemorgen, deze maandagmorgen in de meivakantie. Vannacht is best wel een prima nacht geweest met Rosa. Ze drinkt ongeveer 1 keer per nacht nog. Maar dat wisselt, want ik voed op verzoek. Dus ik geef borstvoeding op verzoek. Dat wil zeggen dat wanneer zij het vraagt, zeg maar, geef ik voeding. Dus zij stemt het eigenlijk zelf af. Maar het is gemiddeld om de 3-4 uur. En in de nacht iets langer. En gisteravond had ik rond 7 uur haar gevoed. Toen, ja, dan ben ik ongeveer om 7:45 klaar als je het verschonen en het knuffelen en al die dingen meerekent. En toen heeft ze rond 12 uur weer gedronken. Hier is Lana. Een mooie jurk. Soms is het zo, dan voed ik, is ze een beetje aan het clusteren in de avond tussen 8 en 8:30, 9:30, nou ja, zoiets. En dan kan ze weer wat langer door, dus dat verschilt gewoon per nacht. Maar vanmorgen is dus om 5 uur. Dat vond ik op zich wel fijn, want daardoor kon ik zelf heel even liggen en daarna ging ik al uit voor mijn ochtendroutine. Dus ik ga eerst even dit dametje knuffelen. Ze bleef zo lief bij me staan dat ik denk, eerst even knuffelen. Maar goed, om er even terug te komen. Dus het fijnste is eigenlijk als ze rond tussen 5 en 6 drinkt. Dan kan ik daarna lekker met Nico gaan lopen. Kan ik even gaan mediteren, journalen. De dingetjes die ik graag in de ochtend wil doen. Die ik nou wel weer probeer op te pakken. Want ik merk echt dat het me heel erg helpt om
positief mijn dag door te gaan. En dat heb ik de afgelopen weken natuurlijk wat minder gedaan. Dat is ook logisch. Ik heb wel journalen opgepakt elke dag. En meditatie op zich ook wel, maar niet elke dag. Maar ik merk daar gelijk in dat ik dan wat meer ongeduldig word. Wat korter af soms. Wat minder positief in mijn vel zit. En wanneer ik die routine wel doe, voel ik me een stuk beter. Dus voor mij was dit wel een fijne voedingstijd. En nu ligt ze nog even te slapen. Het is nu 8:30, 9:15. Dus ik denk dat ze zich dadelijk wel weer meldt. Dus die gaat dadelijk nog even bij me drinken. En middag willen we, we zijn al de afgelopen, nou ja, niet gisteren, maar de afgelopen dagen heel erg het opruimen geweest in huis. Want komende woensdag is het Koningsdag hier en dan gaan we op de vrijmarkt dingetjes verkopen. Dus we willen een beetje schoon schip maken weer in huis. Dus we hebben al heel veel weggedaan. Ook dingen die gewoon niet verkocht kunnen worden, die hebben we gewoon echt weggedaan. Dus dat ruimt ook lekker op. Dus vanmiddag gaan we het speelgoed weer maar uitzoeken. Zodat er ook speelgoed is dat we kunnen verkopen op de vrijmarkt. Zodat we de andere kindjes blij mee kunnen maken. En zodat het weer lekker opgeruimd is in huis. Wanneer Roze erbij zit, dan kunnen de meiden niet van eraf blijven. Ja? Zijn jullie blij met je zusje? Ja. Is mij wel, hè? Ik ga weer bij mijn. Ik denk dat als jullie weer. Nu heeft ze lekker 2 weken hebben vakantie, kan ze heel de dag met jullie genieten. Mama is er wel groot voor. Ja. En als jullie weer naar school gaan over 2 weken, dan zal ze zich vervelen met al die aandacht die ze van jullie krijgt. De hele dag. Het is mijn handje. Ja, schat, ik moet af en toe echt eventjes hun van de afslaan onderhand. Of slaan niet, maar. Want anders dan komt ze niet aan de rust toe. Hé, meis? Dan gaan we hier het een en ander opruimen en sorteren. Dit zijn al dingen die weggaan omdat ze bijvoorbeeld incompleet zijn. Of, nou ja, dit paard, dat valt nu net niet uit elkaar. Sommige dingen zijn kapot of incompleet. Die gaan helemaal weg. Dan gaan we spulletjes verzamelen om bij de markt te gaan verkopen. En we gaan het speelgoed weer helemaal sorteren. Dus werk aan de winkel, hè? Wat er gebeurt is als je met kinderen gaat opruimen, dan vinden ze ineens allemaal dingen waarvan ze niet eens meer wisten dat ze het hadden. En dan gaan ze er weer mee spelen. Yes. Amy en Nana had er ook zo een. Ja, vooral jouw ketting vind ik zo leuk staan. Ik vind het wel. Nou, eventjes weer verder opruimen. Yannick is even wat extra vuilniszakken halen, want er gaat natuurlijk ook het een en ander weg. En dat opruimen maakt natuurlijk hongerig, dus ik ben lekker fruitsalade aan het aanvullen. Bij de macro hadden we ook zo'n super grote bak aardbeien, echt mega lekker. Dus die doe ik erbij, ik heb er een appeltje bij gedaan en dan is hij weer goed om vandaag lekker van te eten. Morgen gaan we een dagje in de dierentuin hebben besloten, dus dan nemen we ook lekker fruit mee. En brood en lunch, dat laat ik allemaal nog wel zien. Eerst even lekker afmaken. Hier begint al wat vordering te komen. Daar is al een zak met afval en dingetjes die allemaal incompleet zijn. Dit zijn dozen, want die Marble Rush baan hebben we in een andere bak zitten. Die zit nou in die mand. Maar wat er ook gebeurt als je gaat opruimen, is dat er weer volop gespeeld gaat worden met dingen. Hè? Dus. En naast spulletjes verkopen gaan we ook een cake bakken. Een kruidcake, kunnen ze plakjes cake kopen. En waarschijnlijk ook nog een normale cake, maar ik weet niet of die vandaag redt. Maar deze gaan we sowieso nu maken, Elana. Die hoeft alleen water bij te doen, dus dat is helemaal makkelijk. Wil jij het mixen, Elana? Ja. Mag ik het even? Ja, maar help wel een klein beetje, dat het niet in de hele keuken ligt. Nee, ik mag het erin doen. Jij mag het erin doen. Vervolgens willen ze natuurlijk de bak aflikken. Maar goed, ik ga deze alvast aanzetten. Wij gaan lekker cake bakken. Ja, dan doen we maar gelijk ook de normale cake. Even kijken hoor, ik heb ergens het recept. We beginnen met 200 gram suiker. Ik heb de weegschaal aanstaan. Gaan we dit erin doen. Mag ik het doen? Ja. Waarom niet met lepeltjes? Nee, dat 200 gram moet je niet met
Ja. Oké, 200 gram bloem. Dan wat bakpoeder. Bakpoeder, dan ga ik doen. Bakpoeder. Anderhalve theelepel, wacht even. Dit mag je erbij doen. Ja, doe maar. Wow. Een beetje zout. Ik ga dit afwikken. Mag ik? Dan 200 gram boter. Ik ga dat afwikken. Dit. Ja, nee. 200 gram boter. Pittig. Ja, dat is gewoon zout. Ja. Oeh, boter, lekker. Nee, niet eten. Nee, ba. Oh. Ben je ziek van? Nee, dat is toch niet lekker? Wel. Boter eten, dat is niet lekker hoor. Nou, mogen jullie even proeven of de deeg goedgekeurd is? Nee, ik ga alleen zelf. Dan gaan we zo in de vorm doen, hè? Ho, klein beetje. Hey. Nee, een heel klein beetje, hè? Zo. Ja. Dan kan minder. Ja, hallo. Ja, is goed gekeurd? Mm-hmm. Mooi. En ook die gaat erin. We beginnen aan het avondeten. Wel heel lekker simpel vandaag. Ik ga broccoli soep maken. Dan gebruik ik deze, even kijken, is het 1 kilo of 1,5 kilo? Nee, 1 kilo broccoli uit de diepvries van Albert Heijn. Wat uitjes, bouillonblokje en zalm. Die zalmsnippers gaan er gewoon los in. Voor de kinderen doen we er brood bij. Dit recept heb ik eigenlijk al heel vaak laten zien. Ik begin even met het snijden van de ui. En dan gaat alles in de pan, bouillonblokje, pureren, klaar. Tada, en het eten is lekker klaar. Nou, we hebben lekker gegeten. En Rosa zit hier ook gezellig bij. Die heeft even een heel wakker momentje. Die zit lekker rond te kijken met de oogjes open. En ze is vrolijk. Ja, hallo. Lekker bij papa. Rosa. Ja. Hoi. Gezellig. Hey, hallo. Ja, daar ben je. Hey, hallo. Hallo, lieverd. Zo. Kom maar. We mogen deze dinsdagmorgen. Ik loop nog in mijn soort van pyjama-achtige outfit. Omdat ik een beetje heb uitgeslapen. Omdat Rosa vannacht om 4:30 heb gedronken. En de hele nacht heb ik op een lage suiker gezeten en uiteindelijk toen nog één keer mijn ogen dicht gedaan, was het 8:30. Ik ben nu aan het wachten tot ze daar weer gaat drinken bij me. En ik kan daarna pas gaan douchen en me klaarmaken, want met drinken, zeker in de ochtend, vind ik het fris om mezelf daarna te douchen. Ik heb nog heel erg last van het hormonale zweet, TMI dit. Dus ik moet echt in de ochtend douchen, maar dat doe ik dan graag na te voeden. Dus daarom loop ik er zo bij. Maar ik ben al aan het meal preppen. Wij gaan vandaag een dagje naar de dierentuin. We gaan naar Amersfoort. Dierentuin Amersfoort heet het, geloof ik. En ik ben lekker salade aan het maken om mee te nemen. En ik denk, laat het jullie zien. En salades neem ik graag mee in deze. Dit heb ik al best wel lang, dit bakje. Dit heb ik denk bij de Albert Heijn gekocht of zo. Zo'n Systema bakje. Dus ik begin gewoon met sla. Dat is deze salademix. Met andijvie, wortel, witte kool en sla. En een beetje van deze ijsbergsla mix. Dan ga ik komkommer snijden, wat paprika en wat tomaatjes. Ik heb er dus paprika op gedaan, komkommer, tomaatjes. Dan heb ik hierboven in het bakje 2 eieren, walnootjes, feta kaas. En als dressing heb ik gewoon wat mayonaise en wat mosterd. En dat is dan straks gewoon husselen en zo lekker opeten. Dus dit kan hierop. En dan gaat de deksel erop en dan kan die mee. Nou, dan nog fruit mee. En dan heb ik ook mee wat ik wil meenemen. En nu ik toch aan het meal preppen was, heb ik alvast een en ander voorbereid voor de pasta van vanavond. Want mocht het dan toch later worden of we straks moe zijn, dan is dat alvast klaar. Ik heb een gele paprika, een rode paprika gesneden, een courgette. Er zitten 2 preien in, een ui. Nou ja, gehakt uitgehaald. Dit zit klaar. Deze gaat even de koelkast in natuurlijk. Maar dan is vanavond de pasta zo gemaakt. Nou, eerder dat je met 4 kinderen en alles in de auto zit, ben je de ochtend kwijt. Nee. Wij zitten in de auto. Ik heb lekker cappuccino mee. En we gaan nog even tanken. En dan rijden we richting Amersfoort voor de dierentuin. Die heet Dierenpark Amersfoort heet het volgens mij gewoon.
gaan we even lekker een paar uurtjes daar rondwandelen. En ik ben heel benieuwd. Heel veel zin in. Heb je er zin in, dames? Ja! Ja, mam, ik ben nu bezig met een loemarmbandje. Oh, leuk. Heb ik daaronder heb ik dus blauw en zwart. Oh, wauw. Prachtig. Heel zo, mooi. Heel mooi. Nu gaan we lekker picknicken. Ik heb deze. Nee, oh sorry, deze. We waren nog nooit eerder in deze dierentuin geweest, maar hij is erg leuk en heel erg veel thema dingen en zo, ook hele leuke dieren. En oh ja, trouwens, een van de dingen, een van de voordelen om weer met de kinderwagen te lopen, is dat het echt een ideale manier is om weer heel veel spullen mee te kunnen nemen. Tassen, jassen, alles wordt gewoon gedumpt in de kinderwagen. En je hoeft er niet mee te sjouwen. Dat hebben we wel gemist in de afgelopen jaren, toen de kinderwagen eruit ging. Dat je dan ineens alles weer zelf moet tillen. Dus daar kunnen we weer even een paar jaar van genieten. Ja hoor. Dus wij gaan nog even lekker verder wandelen. En het zonnetje schijnt, dus wat willen we nog meer? En nu zijn we thuis en gaan we lekker de pasta eten. Dat is lekker. Lekker hè? Mag ik het even afsnijden? Ja hoor, schat. Welkom op de wereld, Rosa. Welkom op de wereld, Rosa. Wat een wonder, wat een pracht ben jij. Dus ze heeft het Noppies X Kelly Caress pakje aan. En voor wie mij langer volgt, weet dat misschien nog wel. Maar toen Ferdinand geboren is, toen ik zwanger was van haar, heb ik in samenwerking met Noppies een kleine babylijn ontwikkeld. Met een meisjespakje, een jongenspakje en een neutraal pakje. En eigenlijk zowel het jongenspakje als het neutrale pakje kunnen ook bij meisjes. En dit is dus het meisjespakje. En die heb ik dus natuurlijk wel bewaard. En dat vind ik haar zo schattig staan. Ze heeft net lekker gedronken. Hè? En dan zijn we klaar voor vandaag, hè? Oh, wat zijn jullie lief samen, zeg. Ja, heb je zo'n lieve grote zus, meis? Ja, ben je zo'n bofkont? Ja. Oh, zo lief. Ja. Maak ze van die lieve geluidjes, hè? Het is vandaag trouwens donderdag. Ik was helemaal vergeten dat ik deze week aan het vloggen was. En gisteren heb ik helemaal niet gevlogd. En vanmorgen zag ik nog even wat beelden gezellig met Rosa. Maar ik ga deze vlog afsluiten. En dan neem ik van het weekend weer de nieuwe vlog voor volgende week op. Zorg dat je me volgt op Instagram via @kellycaresse. Want daar deel ik dagelijks stories met een kijkje in ons leven. Volg ook mijn man, @papa_shanky. Want die deelt ook hele leuke stories, maar ook hele grappige video's. Ook heel leuk om te volgen. Volgende week heb ik gewoon weer een nieuwe vlog voor je. Zorg dat je geabonneerd bent en een duimpje omhoog doet als je deze leuk vond. En dan zeg ik tot de volgende keer weer. Dankjewel voor het kijken. Doei!